staan hier bij Bart Koekaars van Wielerclub Het Vliegend Wiel Molenbeek-Wersbeek. Het Vliegend Wiel, Bart, zorgt voor de veiligheid vandaag in deze kampioenschapswedstrijden? Ja, dat klopt. Hij is mij gevraagd vanuit de gemeente om mede-organisator te zijn. En ze hebben me aangeduid als veiligheidscoördinator. Dus ik heb vandaag de verkeersborden geplaatst, alle signalisatie, gele vlaggen en die toestanden allemaal gepasseerd. De hele voormiddag aan gewerkt. En nu tijdens de wedstrijd toch een paar keer rondgereden om nog een aantal dingen recht te zetten. Ook met samenspraak met de politie, waar we trouwens een zeer goede samenwerking mee hebben hier. En alles verloopt tot nu toe zeer vlot. Je hebt ook het parcours uitgetekend, heb ik me laten wijsmaken. Het origineel parcours dat gereden zou worden, kwam eigenlijk van mij. En ze hebben dat een beetje overgenomen. Maar er zat normaal gezien ook de Kerkstraat bij in. En voor mij was dat de bedoeling eigenlijk om een wegrit te maken, een bergrit eigenlijk te maken in Vlaams-Brabant eigenlijk. Maar ze hebben dat dan overgenomen en ze hebben de Kerkstraat eigenlijk eruit gelaten en ze hebben de Heuvelstraat er laten inzitten. En ja, het is een vrij zwaar parcours. Inderdaad, als ik de renners spreek, is het inderdaad een zwaar parcours. Ook de wind speelt natuurlijk een rol. Bart, naar de toekomst toe, daar zijn toch bepaalde plannen, hoor ik fluisteren. Ja, er zijn inderdaad plannen. Ik heb met een aantal mensen gesproken ondertussen, ook met de gemeente en met de politie al samengezeten. En toekomstgericht zouden we in Molenbeek-Wersbeek terug een grotere wedstrijd willen organiseren. Op ongeveer dit parcours, maar dan de zware Heuvelstraat die er nu in zit, die zou er niet in zitten. De Kerkstraat die zou er wel in zitten. En dan is het een beetje afhankelijk van hoe lang de ronde moet zijn. Dan kunnen we eventueel nog wel wat uitbreiden richting Meenster-Kiezigem. Daar zijn ook nog wel een paar serieuze hellingen die we eventueel kunnen gebruiken. Maar het is de bedoeling inderdaad dat we volgend jaar een iets grotere wedstrijd zullen organiseren. Eventueel in het Vermark-project of eventueel een rit van de Ronde van Vlaams-Brabant. Is het makkelijk om hier de nodige vergunningen vast te krijgen? Dat gaat vlij vlot. De gemeente, ik kan goed samenwerken met de gemeente en zij zijn bereid om veel dingen mee in te helpen en te organiseren. Ja, dat gaat zeer vlot, echt waar. We kijken uit naar 2022 dan. Ja, ik zelf ook. Oké, succes. Dank je wel.